Yo mensen, Peroen, ik heb gedacht, we gaan even een Pokémon Fire Red. Oh mijn god, oh mijn... Ik weet niet wat de fuck ik doe, maar ja, we gaan gewoon door, weet je. Want nu zijn we hier bij deze. En dit was voor mij Fighting en Stone type. Dus wat we gaan doen, dus we gaan Pokémon even switchen. Want dan Sparkle niet handig om vooraan te hebben. We zetten Lapras vooraan. Spook moeten we oppassen, want die heeft nog niet heel veel HP meer. Dus ja, we hebben wel allemaal potions bij, joh. Niet daarvan, dat is geen probleem. Maar we moeten eventjes voorzichtig zijn met die potions. Daar zijn ze hem op en dan sla ik echt dood. En dan kunnen we daar niet veel meer mee. Dus vandaag. Nou, Kudaf. We'll grind you down with your own sword. Oh, 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 ah. Dit ging niet leuk. Maar ik ga jou afmaken en niet andersom. Want ik ben Kudaf en ik ben de Pokémon Master. Oké, eigenlijk niet, maar dat maakt niet uit. YOLO. YOLO. Goed, 1 naar 5, dat is best wel een hoog level. Trouwens, dat valt best wel mee, want ik heb zelf ook heel hoog level. Wat we gaan doen om deze, we gaan in één klap uit te schakelen. Ik weet niet of het surf. Voor mij lukt het met surf wel, joh. Anders dan hebben we de volgende beurt. Dat was niet, dan heeft hij heel weinig leven over. Het lukt met surf. Dan kunnen we Hydro Pump bewaren. Voor sterkere Pokémon. Hoppakee, lekker veel experience points erbij. Hitmonchan. Ja, dan is het voor mij handig om wel te wisselen. Want als Fighting en vraagt mij is water daar weer een stuk minder goed tegen. Sparkle zou er voor mij wel goed tegen zijn. En Spook over mij ook. We gaan Spook erin gooien. We gaan ze in slaap brengen. En dan gaan we Dream Eater en Nightmare doen. En dan hebben ze zo neer. Dat is echt de OP combo voor mij. Oh nee, Hitmonchan. Oh nee. Oh, jammer dan. Valt hij in slaap. Oeh, dat is pech. Dat is pech. Pokémon in slaap. Ja, ja, ja. Dan weet ik nog wel dat ze Pokémon gaan wisselen. Dat doen ze best wel vaak nog. Pokémon wisselen. Even kijken. Als eerste Nightmare. Yes, jammer hè. Dat was heel erg jammer. Goed. Wat? Nee! Hoe de fuck wordt hij zo snel weer bij? No. Dat gaat echt zwaar snel. Ik wil hier gewoon een slaap hebben voor beurt of 4 of zo. Dan kan ik jou die 4 beurten makkelijk doodmaken. Geen enkel probleem voor mij. Nee. Nightmare. Ja, en dan ben je nog voor God voor een paar beurten in slaap. Ja, Fail to Nightmare. Is fast asleep. Dan krijg je de eerste damage van een Nightmare. Dan kan je gelijk zien hoeveel damage de Nightmare doet. En dat is in zijn geval niet heel veel, maar goed genoeg. Goed. Dream Eater. Hopelijk gaat het even veel doen, dan krijg je veel HP terug. Pittig veel. Super effective. Nice. We kunnen trouwens voor mij... Als we nou Hitmonchan... Oh, niks. Nee, dan wisselen. Sorry, maar wij gaan wisselen. Dan praat iemand tegen mij op Skype, maar dan negeer ik gewoon, want ik ben aan het opnemen. Gewoon, want ben ik toch een badass. Zeker weten. Goed, here we go. 9 van de 10 keer is wat mensen op mij tegen mij op Skype zeggen. Eigenlijk niet interessant genoeg om tijdens de opname voor weg te klikken. Dus dan doe ik dat ook niet. Earthquake, oh shit. Overleven trouwens wel. We hebben het weer met een tank. Plus het is een stone of earth attack, wat ik wat moet voorstellen, tegen water. Ja, het overleven gewoon. En dit is een water tegen stone, dus dan win ik. Helaas, jammer hè. Ja, tuurlijk switch ik van Pokémon. Of course, ben niet gek. We zetten spook toch gewoon in. Oehoe, ja. Goed, let's see. Jij heeft er nog maar 2. Oh, dat gaat hartstikke snel. Dit gaat hartstikke snel worden, deze aflevering. Hypnose. Boom, versie. Helaas, jammer hè. Ja, mijn spook is te sterk voor jou. Goed, gaan we nu meteen Dream Eater doen. Hopelijk heb ik dan een one-hit kill. Dat zou heel chill zijn. Eigenlijk een soort 2, want het eerst een slaap krijgen, maar net. Nee, net niet. Oké, okay, dacht ik was ik al bang voor. Maar weet je, we hebben super veel pijn. Dan krijgt waarschijnlijk een... Oeh, hij woke up. Volgende beurt krijgt hij als het goed is een full restore. Als het niet krijgt, dan pak ik gewoon even shadow ball. Full restore. Dan kijk ik of het een shadow ball, weet je. Ik ben benieuwd, doet het veel, doet het weinig? Wie weet, we zullen het nu zien. Shadow ball. Baan. Ik ben echt heel slecht in schatten. Ik doe nog een shadow ball, want dan is hij dood. Want hij is geel en ja, dan winnen we. Nee, niet dood. What the fuck? You gotta be kidding me.
Ja, dat wou ik net zeggen, ja. Godverdomme. Godverdomme. Is dit voor nonsens? Goed, nou hebben we Shadowball doen Hypnotics en dan doen we hem weer Dream Eater. Dan lokken we hem wel. Dan doen we het wel op die manier, hè. Hypnose, ja zeker, dan gaat hij niet weer. Dan slaap maar lekker, slaap lekker schat. Goed, past asleep, ja. Dan, bam, Dream Eater. Hij heeft trouwens nog best wel weinig pp's over, dus dat is wat minder. Want kijk, het zijn allemaal een geel en dat moeten we niet hebben, dat is niet chill. Hij is in ieder geval wel dood, dus het komt mooi uit. Hopelijk kunnen we, we hebben één keer een pp restore van 10 voor iets willekeurs. Met champ, nee. We doen gewoon weer hetzelfde idee. Slapen. Zo. Eerst een nightmare erop, zou ik zeggen. Een nightmare. Dan heb je in ieder geval elke beurt sowieso gegarandeerd een stukje eraf. Als hij dan net niet dood gaat na één aanval, dan hebben we alsnog dat hij alsnog dood is. Weet je, dat is gewoon chill, dus hij is gegarandeerd dood. Nou, hij krijgt waarschijnlijk heel weinig eraf voor een nightmare. Ja, nou, het valt eigenlijk best wel mee, het is nog best wel redelijk wat. Dan hebben we nou een Dream Eater. En daarmee krijgen wij wat lekker veel terug. En ja, kijk, en nu hebben we door die nightmare dat hij alsnog dood is. Ja, hij slaapt nog gelukkig. Als hij wakker was geworden, zou het een probleem zijn geweest. Maar hij heeft toch een berry. Maar voor mij is dat geen probleem voor mijn nightmare. Gaan we kijken. Nee, dat is voor mij geen probleem. Of net wel of net niet. En het was dus net wel. We hebben nog overslagen. Nummer 2. In 7 minuutjes hebben we nummer 2 verslagen. Ja, dat is toch echt wel een topprestatie. Zeker weten. En dan weet je dat de volgende een stuk moeilijker is. Dus dan wordt dit gewoon een hele korte aflevering. Voor een aflevering dus de volgende. Daarna de laatste. Daarna de champion. Hopelijk heb je genoten van deze korte aflevering. Geef vooral een blauw duimpje omhoog als je ervan hebt genoten. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu. Later!